Doctor Who, een ongrijpbaar figuur en wellicht een slinks individu. Schijnbaar in het bezit van een doktersdiploma, werkachtig in Haarlem. Doet zich voor veel kennis te hebben vergaard op het gebied van design en wil op conceptueel vlak nogal eens buitensporig zijn. Er wordt gezegd dat Doctor Who zelfs de website van Milieudefensie heeft gemaakt, maar er zijn er veel die dat ontkennen. Hij schijnt over een groot netwerk te beschikken, zich geregeld per fiets te vervoeren en is tevens vaak bij de supermarkt gespot. Ja, nee, ik heb altijd al een hond willen hebben, maar... Dit zou ideaal geweest zijn, weet je wel. Maar goed, het is spijtig, maar ik kan het gewoon echt niet combineren met mijn werk, nee. Maar toen hij een jaar of drie was, dan kon hij heel goed zingen. En dat deed hij ook voor iedereen. Dan ging hij voor het publiek staan en begon hij te zingen. Heel mooie stem. En later durfde hij dat niet meer. Dat kwam ook wel door zijn vader, die het altijd maar een beetje gek vond. Ja, ik keek vroeger altijd naar hem. Ik vond het echt een... Briljant. Vooral die tijdmachine die hij altijd bij had. Woe wil gewoon mooie dingen maken. En wat de klant ervan vindt, dat is gewoon bijzaak. Dus Woe onderscheidt zich gewoon doordat Woe geen klant heeft. Ik heb hier een foto, dat is Api, de vriend van Woe. En dit is Carol, dat is ook een vriend van Woe. Ik weet ook wel dat hij niet echt bestaat, maar toch, hè. Ja, Ernie maak je altijd zo gauw in de war, hè. En Woe die zit op dezelfde school als Api, maar Woe heeft een beetje een hekel aan naar school gaan. Dus die heeft nogal eens de neiging om dan de school in de fik te steken. Verder is het niet helemaal bekend of Woe nou Amerikaans of Deens is. Ik had het me heel anders voorgesteld. Ik betaal maar het minimum. Maar hij bleef maar doorgaan. Mooier en mooier. Dat perfectionisme, hè? Alsof je bij McDonald's een vette hap gaat halen. En dan krijg je een vijfgangen menu. Veel te veel. Toen hij opgroeide, toen ging het allemaal nog goed. Hij deed gewoon zijn school en zo. Maar op een gegeven moment toen ontdekte hij zijn passie. En toen was hij niet meer te stoppen. En dan is het heerlijk als je muziek kan maken. Want dat zegt vaak meer dan 1000 woorden. Ja, of 3000 mooie woorden. The guy's a hero. I mean, come on. He's been around since the 60s and he's still around today. I mean, he has been there for ages and ages, always reinventing himself, always going forward, pushing forward, reinventing himself. He never stands still, you know. The guy's a fucking hero. Ook is wel opvallend dat hij een ijzeren achterwerk heeft. Hij is een keer een naald in zijn achterwerk gestoken en die brak toen af. Terwijl je zou denken dat hij van stof was, maar... Also Woe ist aus 50% Nylon und 30% Wolle hergestellt. Der Rest könnte man als Mehrwert beschreiben, der vom Benutzer hinzugefügt wird. Aber darüber würde ich nicht ins Detail gehen. Woe ist al 23 Jahre of so bei seinem Vater. Er ist dus geadopteerd, want het is zijn stiefvader. Zijn echte vader heet Wim Verhul. Oh, wacht even hoor. Een klant. Hallo met Woe. Nee, op woensdag. Beelden varen door mij heen van hoe het was of ging. Mijn wereld was vol diepte en een vreemde schittering. Ik droomde met haar weg. Wij voelden ons geborgen. Ons huis had vele kamers, maar er was geen plaats voor zorgen. Zo is het niet gebleven. Zij cirkelde weg en verdween. Eens waren wij getweeën, eens was ik niet alleen.